Tilburg heeft diverse fantastische vrijwilligersorganisaties. Toen de coronacrisis enkele weken oud was, las ik een krantenartikel over een prachtig initiatief van een Tilburgse studentenvereniging Surf the City Tilburg. Om meer te weten wat Surf the City Tilburg precies allemaal doet, ben ik daarom vandaag op bezoek. Femke, hoe is het idee van Surf the City Tilburg ontstaan? Surf the City is in 2005 opgericht in Brussel. En Tilburg is het 10 jaar geleden opgericht. Het unieke aan Tilburg is dat Tilburg naast alle andere organisaties is het een christelijke organisatie. Maar in Tilburg wordt het gerund door en met studenten. Wat voor vrijwilligerswerk doen jullie eigenlijk? Wij hebben 5 verschillende commissies en binnen deze commissies organiseren wij activiteiten voor verschillende doelgroepen. Zo organiseren wij activiteiten voor kinderen met een rugzakje, voor ouderen, voor chronisch zieken en mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking. En voor mensen zonder veilig thuis, dus denk aan thuis en daklozen en mensen in Blijf van mijn Lijfhuis. We hebben dit jaar ook een nieuwe commissie, dat heet Surf the Green. En in die commissie zetten we ons in voor een duurzamer en groener Tilburg. We zitten op dit moment nog midden in een coronacrisis. Wat voor impact heeft dat voor jullie organisatie gehad en wat hebben jullie ervan geleerd? Het heeft een hele grote impact op onze organisatie gehad. Heel veel activiteiten die we hadden staan, die konden niet doorgaan. Daardoor zijn we begonnen met een groepsapp met allemaal studenten. Die konden zich aanmelden. Heel veel hulpaanvragen die wij binnenkregen, hebben we zo gekoppeld aan een student. En we hebben heel veel van deze tijd geleerd dat heel veel activiteiten niet door konden gaan en dat we innovatief moesten zijn om nieuwe dingen te bedenken. En zo hebben we ook gezien dat heel veel mensen eenzaam zijn en hulp nodig hebben. En dat heel veel studenten ook echt willen helpen voor de mensen in Tilburg. Hoeveel vrijwilligers heeft Surf the City Tilburg? We hebben op dit moment 40 commissievrijwilligers en 30 dagvrijwilligers. De dagvrijwilligers lopen elke week nog op. En dagvrijwilligers zijn vrijwilligers die zich 1 keer opeens inzetten voor een activiteit. De vrijwilligers bestaan uit hbo-studenten, vooral universitaire studenten. Omdat we merken dat universitaire studenten zich vooral willen inzetten voor de maatschappij. We verwachten van onze studenten dat ze 1 keer in de 2 weken met ons vergaderen. Dat we dan brainstormen over activiteiten die we voor onze doelgroepen kunnen organiseren. En je kan je altijd nog aanmelden als dagvrijwilliger, dus meld je aan. Femke, hartelijk dank voor het gesprek. Ik heb veel geleerd over Surf the City. Graag gedaan. En de 50PLUS fractie Tilburg, die steunt dit initiatief van Surf the City van harte. En studenten, meld je aan.